In het recente seizoen van B&B Vol Liefde valt op dat Petri, de gastvrouw, niet bepaald bekend staat om haar vrolijke en opgewekte humeur. Haar mannelijke B&B-gasten hebben dit met name ondervonden. Zij hebben stuk voor stuk te maken gehad met haar iets wat Noorse gedrag, vooral in de ochtenden. Dit levert echter een komisch schouwspel op voor de kijkers. Wie de ontwikkelingen in B&B Vol Liefde wil volgen, kan terecht op onze overzichtspagina. Als je mee wilt praten en discussiëren, ben je van harte welkom in onze B&B Vol Liefde Facebookgroep. Petri heeft gedurende dit seizoen genoeg situaties meegemaakt die haar behoorlijk hebben geïrriteerd. De mannen die haar B&B in Frankrijk hebben bezocht, lijken allemaal op de een of andere manier op haar zenuwen te werken. Of het nu de ijverige Hans is met zijn enthousiaste snoeischaar of Olaf met zijn baard en opvallende tatoeages, Petri lijkt er stevast humeurig van te worden. Maar zelfs wanneer Thomas verschijnt, iemand die op het eerste gezicht goed in de smaak lijkt te vallen bij Petri, zijn er nog genoeg redenen voor haar gemopper. Onlangs werd duidelijk waar Petri waarschijnlijk het meest mee worstelt in haar rol als B&B-eigenaar. Het vroege opstaan is niet haar favoriete bezigheid. Desondanks moet ze haar gasten van ontbijt voorzien. En dan zijn er nog mensen zoals Thomas, die het nodig vinden om 's ochtends ook nog eens een praatje aan te knopen. Zodra ik wakker ben, ben ik ook echt wakker, merkt Thomas op. Wat jammer, kaatst Petri bits terug. Thomas probeert moedig een gesprek aan te gaan met Petri door te vragen naar de hoogte van de B&B. Petri vindt het echter allemaal lastige vragen op dat tijdstip. Daarom herhaalt Thomas zijn eerdere opmerking, zodra ik wakker ben, ben ik ook echt wakker. Maar Petri reageert net zo chagrijnig als de eerste keer dat hij dit zei. Moet je dan echt meteen gaan praten? Vraagt ze. Thomas antwoordt, nee, hoeft niet. Petri concludeert, goed dan. Voor de camera spreekt Thomas uit dat hij mensen met een ochtendhumeur niet begrijpt. Ik kan me niet voorstellen dat je je humeur zou laten beïnvloeden en daarmee de dag van anderen zou verpesten. Desondanks lijkt de dag niet bedorven te zijn, want er ontstaat een verrassende toenadering tussen Petri en Thomas. Het lijkt zelfs alsof er iets positiefs bloeit tussen hen. Als zelfs Petri toegeeft dat ze het gezelschap van Thomas best kan verdragen, is dat een groot compliment te noemen.